have to go. Just come forward. Come forward. Yes, come forward. Come forward. Slowly. Ooh. Slowly. La planète gangrène, où tout va de plus en plus mal, ça se dégrade, même sur le plan local de Bagdad à Belgrade. Violence internationale, les mots sont remplacés par des balles. À l'aube d'une troisième guerre mondiale. À l'aube d'une troisième guerre mondiale. I just really enjoy being outside and being in the mountains. Van de eerste stapjes tot het rennen van een geoefende atleet. Dat heeft alles te maken met je zenuwstelsel. Welkom bij de 4.3 zenuwstelsel biocast. Je zenuwstelsel zie je hier en dat bestaat uit je hersenen, uit je ruggenmerg en je zenuwen. En de eerste twee, je hersenen en je ruggenmerg, die maken samen het centraal zenuwstelsel. Je ziet hier drie verschillende zenuwcellen. Links zie je een gevoelszenuwstel, die loopt van een zintuig naar het centrale zenuwstelsel. In het midden de groene, dat is een bewegingszenuwcel. En die gaat van het centrale zenuwstelsel naar een spier of een klier. En rechts zie je een schakelzenuwcel. En schakelzenuwcellen die vind je alleen maar in het centrale zenuwstelsel. Dit zijn de cellichamen van zowel van alle drie de zenuwcellen. Daarin, in dit cellichaam, zitten de celkernen. En dan heb je nog de uitlopers. Hier zie je een zenuw en je kan, als je bovenin kijkt, zie je dat die bestaat uit allemaal zenuwcellen bij elkaar. En dat kunnen allemaal gevoelszenuwen zijn, dan is het een gevoelszenuw. Het kunnen allemaal bewegingszenuwcellen zijn, dan is het een bewegingszenuw. En het kan ook een gemengde zenuw zijn. Dus een zenuw bestaat uit allemaal zenuwcellen. Je hersenen hebben bepaalde kernen, bepaalde gebieden. Als je hier kijkt, heb je een kern voor beweging, een kern voor spraak, een kern voor schrijven, een kern voor zintuigelijke waarneming, een kern voor het gehoor, een geheugenkern voor het horen, die zitten bij elkaar in de buurt, de gezichtskern en het geheugenkern voor het zien, die twee zitten ook bij elkaar in de buurt. Je hoeft die niet allemaal te onthouden, als je maar weet dat er verschillende gebieden zijn met verschillende functies. Hier zie je de hersenen, die opgebouwd zijn uit verschillende onderdelen. Het rode zijn de grote hersenen en de buitenkant daarvan, dat is de hersenschors. Het paarse zijn de kleine hersenen. De kleine hersenen zorgen voor de coördinatie. Dan heb je nog de hersenstam, die regelt allerlei automatische dingen, zoals de pupilreflex, zoals het aansturen van je darmen of van je ademhaling. En dan heb je hier nog het ruggenmerg. En bepaalde handelingen, als je ze maar vaak genoeg doet, hoef je er niet bij na te denken. Dat wordt een motorprogramma. Dat zorgt dat die atleet veel beter loopt dan die baby die zijn eerste stapjes doet. Ja. Je hoeft er niet met mij na te denken en het gaat veel vloeiender. En telefoonnummer van de fietsenmaker die je maar één keer nodig hebt, die kun je wel een paar seconden onthouden. Net zolang dat je het nodig hebt om het nummer te drukken. Maar het nummer van je vriendje of vriendinnetje, dat blijf je onthouden. Het nummer van de fietsenmaker ben je op een gegeven moment kwijt, want dat heeft alleen maar gezeten in je korte termijn geheugen. Het nummer van je vriendje of vriendinnetje weet je na een paar jaar misschien nog wel, dat zit in je lange termijn geheugen. En hoe zit dat ook weer met woordjes leren? Ja, natuurlijk, als je lui bent, begin je een aantal dagen van tevoren. Want als je dat steeds maar herhaalt, hoef je het maar veel korter te leren en je onthoudt het veel beter.
Dit was hem alweer, de 4.3 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.